van Hinten. Baan 2 voor BZMPC Bodegraven, Vivian Brak. Op baan 3 van het Nederlands team, veelvoudig wereldrecordhoudster Marlou van der Koog. Baan 4, eveneens van het Nederlands team, Chantalle Zijderveld. Op baan 5, ze wonnen al een medaille bij de Paralympische Spelen in Londen, Magda Toeters. Baan 6, lane 6. From Sweden, world record holder Maya Reichardt. Lane 7 from Hungary, Nicolette Rax. En op baan 8, lane 8 from Brazil, Veronica Almeida. Take your marks. Ja, dames en heren, op Paralympisch sterk deelnemersveld op deze dames 50 meter schoolslag. Zijderveld Toeters bij de nationaal recordhouder in deze klasse op de 50 meter schoolslag. Vanmorgen gezwommen hier, eens kijken wat dit vanmiddag nog kan gaan betekenen. En natuurlijk de dame in baan 6, Maya Reichardt, houdster van het wereldrecord in de categorie S11. De 50 meter schoolslag hier aanwezig in Eindhoven. We gaan er weer stevig tegenaan. De dames als eerste tikt aan Chantalle Zijderveld. 36.07. Maar kijk ook naar Magda Toeters. 36.65 voor beide. Een nieuw Nederlands record! Mooie tijden. Dan had ik de tijden bij de hand, dames en heren. En dan blijkt ze ontzettend goed gezwommen te hebben, Chantalle Zijderveld. Want het is niet zomaar een Nederlands record voor Chantalle Zijderveld. Een nieuw wereldrecord! Hier gezwommen in Eindhoven, dames en heren, voor Chantalle Zijderveld. Wat een fantastische tijd na die 50 meter schoolslag. De uitslag is officieel. Geef deze zwemsters nog even uw applaus. U ziet het, 1029 punten. Dan heb je dat wereldrecord gezwommen. Ze wordt gehuldigd aan de overkant van het zwembad. Tom van Geneugde staat daar, ex-topzwemmer, lid van PSV. Houder van het record op de...